Do you want to be late for your first day? Do you want to be late for your first day back at football practice? Oh, I'm British. I'm fucking MILF. Let's get together, best friends forever. Let's go! We train hard to build our team. Doing our best to chase our dream. Every day we rely on each other. That's our friendship's all that we need. Fucking fuck our fights along the way. And we make up, and it's okay. Getting through all the tough times together. That's what really makes us a team. Dit stukje is heel moeilijk. When we play side by side, we're unbeatable. Our teams could be on the ball. We're not afraid of what the future holds. We make our challenge to play our force. Set up a fight, what we believe. There is nothing you can't achieve. Follow your dreams. Let's get together, best friends forever. Let's go. We can do it like we did before. Get rid of everything and hold up more. Put up seconds, we really go. When we're apart, we're never alone. Follow your dreams. Let's get together. Best friends forever. Let's go. We call everybody from sun, white, from town to the city to the countryside. Bring together one and all for pretty pressure to play football. Follow your dreams. Yay! Nailed that shit. Inazuma 11-2, Blizzard. Hey! Hallo mensen! Mijn naam is de Matt Luigi en welkom bij een hele nieuwe malse serie op mijn kanaal, namelijk Inazuma 11-2 Blizzard. Voor de mensen die het zich nog kunnen herinneren, ik heb een tijdje geleden de geheelheid van Inazuma 11-1 uitgespeeld op mijn kanaal. En die hele serie was super leuk. Heel veel mensen vonden hem leuk en heel veel mensen wilden meer van. Heel veel mensen, het is een van de best bekeken series op mijn kanaal. En ik vond de serie heel erg leuk. En al sinds dat die serie af is gelopen, zijn er een aantal mensen die maar blijven vragen om het vervolg. Wanneer krijgen wij Inazuma 11-2? Nou, vandaag. Ik speel vandaag Inazuma 11-2 Blizzard, want dat is de eerste versie van deze game die ik ooit speelde. Ook nog eens de beste versie, want het intro van deze game is veel beter dan de, hoe heet die andere versie nou? De Firestorm versie, natuurlijk. Ja, deze versie, don't add me, deze versie is gewoon 10 keer beter dan die versie. Sowieso heeft het ook een veel betere, nou ja, villain wil ik het ook weer niet noemen, want Gazelle komt bijna nooit voor in deze game. Alleen maar ergens aan het eind of zoiets komt hij eventjes kutten. Voor de rest is er niet veel aan de hand met deze game. En niet zoveel verschil met Firestorm, maar het is nog steeds wel leuk. Dus we gaan maar gewoon beginnen met dit malse gamepie. Hey, ik heb ook een hele mooie nieuwe layout gemaakt. Ziet er super cool uit. En er is iets aan de layout wat echte Inazuma 11 kenners onder ons zouden hebben gezien. En al heb opgemerkt. En die ga ik zo meteen eventjes benoemen als we eenmaal aan het spelen zijn. En hier komt het dus door de eerste cutscene in zijn pixelige pixelvorm. Oh, wat een pracht en praal. Oeh, er is iets aan de hand. Oh, er komt iets in Japan uit de ruimte. Wat zal het zijn? Is het misschien aliens? Ik heb geen idee. Ik heb deze game nog nooit gespeeld. Jij wel, kijker? Ik weet het niet. Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen die deze serie kijken zijn mensen die daadwerkelijk al eens een keertje hiervoor Inazuma 11 hebben gespeeld. Dus dat zit wel helemaal goed. Oké, we gaan dus even kijken. Het leuke aan Inazuma 11-2 is, het is een exacte, gewoon, het is echt meteen een vervolg op Inazuma 11-1. Dat kan je misschien wel merken aan de 2. Maar als je de eerste serie helemaal kijkt en daarna deze serie, dan zie je dus
het hele vervolg van dat verhaal. En het is fantastisch. Ik hou van sequels. Do you want to be late for your first day back at football practice? Oh, I'm British. I'm a fucking MILF. Sorry. Het spijt me. Ik ben nog een beetje aan het kutten met het geluid. Ik neem dit namelijk op met mijn 3DS Capture Card Kit. Voor de mensen die het zich afvragen, we spelen dit vandaag niet met een emulator. De eerste game, Inazuma Eleven 1, die speelden we wel via een emulator. Je zal het misschien wel zien aan de kwaliteitsverschil, want vanaf een daadwerkelijk kaartje is de kwaliteit een klein beetje anders. Het is een klein beetje meer blurry als ik het moet vergelijken. Vooral aan de character. Volgens mij kan je het vooral... Ik weet het eigenlijk niet meer hoe de originele game eruit zag op de... Op de emulator. Maar vooral de character gezichten. Die je bijvoorbeeld het gezicht van Sharon hier. De moeder van Mark. Die daarvan kan je heel erg goed zien. Dat die anders zijn. Oké, I'm coming. Yes. En dan realiseert hij zich. Training starts today. Oh my god. Ja, Mark is zo voetbalgek. Hij is blij dat hij weer terug mag naar school, omdat hij dan weer kan voetballen. Ik weet zeker dat er helemaal niks misgaat met dit hele plan. Ik weet zeker dat alles goed gaat vandaag. Ik vind het zo leuk aan deze game. Dat doen ze door de gehele trilogie van de eerste drie games. Dat het de graphics pakt en de engine van de originele game. Waardoor ze heel snel achter elkaar... heel veel van deze mooie prachtige games konden uitpoepen. En dat vind ik geweldig. Het voelt ook gewoon goed om steeds dezelfde engine te zien, weet je wel. Wat je ook zal merken aan deze game, het heeft echt wat verschillen met de originele game. Er zijn een aantal gameplay dingen anders aan deze game. Het heeft voornamelijk met scouting te maken en met een beetje de pacing van de game. En een beetje, het zijn een beetje subtiele dingen die zijn veranderd. Maar het zijn wel echt de dingen waarvan je merkt van, hey, dit maakt de game daadwerkelijk beter. Inazuma Eleven 2 Blizzard is ook mijn favoriete game uit de Inazuma Eleven DS serie van de originele drie games. Is dit mijn favoriete? Ik hou van deze game. Ik heb hem echt zo vaak uitgespeeld. Misschien zelfs meer dan alle andere Inazuma Eleven games. Alhoewel, meestal als ik deze game speel, dan speel ik ze altijd op volgorde. Ik speel altijd eerst 1, dan 2, dan 3 en dan ga ik ook nog eens de Go game spelen. Al moet ik zeggen, ik heb 3 keer door Inazuma Eleven Go Shadow gespeeld. 2 keer uitgespeeld, 1 keer niet uitgespeeld. En ik heb 1 keertje door Cornerstone's Wildfire gespeeld. En voor de rest daar heb ik niet veel meer mee gedaan. Ik weet niet, die game was niet echt veel bijzonders voor mij. Ik weet niet hoe dat komt. Ik bedoel, ik hou van die Inazuma Eleven, maar... Hey, die Digo-serie is een beetje vaag. Is een beetje vaag. Misschien was het hele concept van tijdreizen niet leuk. Sowieso. Mijn hele plan is... Om deze gehele serie af te maken en dan alle andere games uit deze serie te doen. Dat is mijn droom. Om gewoon een hele... Ik zei het ook zo vaak in de originele serie van de eerste game. Mijn droom is om uiteindelijk... ik ga eventjes iets wegzetten, moment. Mijn droom is om uiteindelijk... alle games uit de gehele Inazuma Eleven DS serie en de 3DS serie als één groot verhaal in één grote afspeellijst te zetten. Zodat je bij aflevering 1 van de eerste serie kan beginnen tot en met aflevering, weet ik veel wat is, bij de laatste serie. Zodat je echt één goed verhaal hebt. Dat is niet alleen leuk omdat je mijn mooie veranderingen in mijn commentaar en editing ziet. Maar dat is ook gewoon leuk omdat je dan het hele verhaal meekrijgt. Dat vind ik leuk. En hier is Sylvia, de beste girl van allemaal. Auw. Wat je ook zal merken, ik moet echt heel veel praten over de dingen en de verschillen van deze game. Bij de originele games had je heel weinig cutscenes, als in getekende cutscenes. En heel weinig... pratende dialoog, zeg maar, dat ze daadwerkelijk voice acten, wat ze nu doen. Bij de originele game was het dat je in het begin heel eventjes gewoon had dat de personages wat zeiden. En dan aan het einde ongeveer dat ze dan ook weer wat zeiden. Deze game gebeurt dat de hele tijd door. Nou, tenminste, niet de hele tijd. Er zijn zeker weten momenten waarbij ze niet praten, zoals... Nee, dat is niet nu. Laat maar. Ik hoor het niet goed als ik zelf natuurlijk aan het praten ben. Maar er zijn zeker momenten waarbij de personages niet aan het praten ben. En gewoon tekst is wat je zelf moet lezen. Waarbij ik dan ook mijn eigen stemmetjes doe van de originele serie. Hoe heet het? Ik kan nou al niet wachten om Sylvia's stem te doen. Dat gaat geweldig worden. Maar hoe heet het?
Deze game heeft tussendoor wel gewoon momenten, echt de grote belangrijke cutscene momenten. Meestal aan het begin en het einde van een hoofdstuk van de game, dat ze dan weer beginnen met praten, met de voice acting. Wat ik super fijn vind, dat het zorgt ervoor dat het echt een beetje meer tot leven komt, vind ik. Ik wil trouwens ook nog even zeggen wat de struggles waren bij het maken van deze layout. Het ding is, Inazuma Eleven is niet zo'n heel populaire serie. Oh, trouwens, jullie zijn misschien gewend van mij dat ik heel veel knip in de video's. Want dat doe ik de laatste paar weken, dat ik heel veel knip in mijn video's en series. Zodat ik gewoon wat meer progressie kan maken. En dat ga ik zeker weten tijdens deze serie doen. Alleen, vooral het begin van deze game is heel erg dialoog zwaar. Zwaar qua dialoog. Dus dan kan ik nog niet zo heel veel doen. Hier krijgen we ook een beetje tutorials. Maar ik zal je zeggen, ik heb echt zoveel moeite moeten doen. Om deze layout te maken voor deze serie. In ieder geval, het was gewoon heel erg moeilijk om artwork te vinden voor deze game. Want ik wilde heel graag Mark en Sean bij elkaar hebben, weet je wel. Op de plek waar nu Gazelle staat, wilde ik eigenlijk Sean hebben. En Mark daar aan de andere kant, weet je. Dat was het originele plan. Dat kon niet. Dat kon helaas niet. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb zo ver mogelijk gezocht als ik kon. Maar, dit is nog iets wat ik wil vertellen aan deze game. Dat heb ik ook tijdens de eerste serie verteld. Maar ik heb heel veel gezocht. Overal zitten kijken om artwork te vinden. Maar alles is heel erg pixelig en er is geen goede kwaliteit. En dat is heel vervelend. Deze plaatjes zijn bijna de enige plaatjes van deze gehele game serie die ik nog in semi-goede kwaliteit kon vinden. En zelfs bij Gazelle kan je ook al zien dat er bepaalde stukjes gewoon niet goed uitzien. Ik haat het. Maar in ieder geval, voor de kenners van deze games en ook voor de mensen die misschien deze games nooit hebben gespeeld, maar wel mijn originele serie van hebben gezien. Want dat kan ook gewoon, dat mensen de originele serie hebben gezien, maar nooit de game hebben gespeeld. Die voor de eerste keer deze games meemaken met mij. Ten eerste, oh fuck off tot, ga even alsjeblieft weg. Ten eerste, we komen nu met dat dialoog, maar ik wil heel snel mijn verhaal afmaken. Ten eerste, dankjewel dat je deze geweldige games met mij voor de allereerste keer wil beleven. Ten tweede, je zal heel erg merken dat heel veel van de mappen, voornamelijk in Rayman, Rayman en zo, dit hele gebied waar we nu zijn, die worden heel erg vaak gewoon gecopy-paste. Dit is exact dezelfde map als bij de originele serie. Wat ik heel grappig vind, want dat zorgt ervoor dat het de hele wereld een beetje hetzelfde blijft. En gewoon echt als een daadwerkelijke wereld voelt. Het voelt als je alle drie de games achter elkaar speelt, dan voelt het meer alsof het één grote game is dan dat het drie aparte games zijn. Wat ik heel erg leuk vind. Maar dan gaan we nu natuurlijk verder met het verhaal. Hey everyone, a long time no see. Sorry I'm late. I can't believe it's been only a week since the last Football Frontier, finished. I know, it feels like so much longer. I bet you've been practicing on your spare time though. I certainly have. I'm even faster than you now, Nathan. Heh, we'll see about that. I've been training every day myself, you know. Fuck off tot. Echt, het gaat erin blijven. Fuck tot gewoon. It looks like we all been all at it. Yeah, I've been doing some intense muscle training. Wait, the stomach is a muscle, isn't it? Ik hou gewoon van deze interacties. Hold on a minute, where's Axel? He said he'd come here after visiting his sister in the hospital. Apparently he's visited Julia every day since the full run for the internet. He cares so much about her! I see. Oh, and I think Bobby and Eric have gone to Kirkwood to meet an old friend. Oké, dit zijn een paar dingen, als je de hele eerste gameserie hebt gezien of je hebt de eerste game gespeeld, die heel irritant zijn aan de tweede game. Om een of andere reden, ik heb geen idee, deze games zijn origineel gemaakt door level 5, de anime kan later. Alleen, het is echt soms alsof ze echt meer de anime volgen dan de games, qua verhaal. Ik heb geen idee hoe dat zit, maar deze games zouden in principe eerder zijn gekomen dan de anime. Maar in ieder geval, er zijn bepaalde dingen aan het verhaal die gewoon weg niet kloppen met de eerste game. Kijk, zoals jullie weten, als je de originele serie hebt gezien, het eind van de serie, wij hadden Eric op ons team zitten. Dat komt omdat wij een speciaal event hebben gedaan. En aan het einde van de game zie je dat Julia opeens wakker wordt in haar bed. Komt ze uit haar coma en dan zegt de dokter, oh, het is een miracle, ze is wakker geworden. Om de een of andere reden, in deze game, zit Eric blijkbaar in je team.
Als je niet dat speciale event had gedaan van de eerste game, dan had je dit nooit gehad. En dan zou het gewoon heel raar zijn van, huh? Eric zit opeens bij het team. Waar komt hij opeens vandaan? Dat is gewoon raar, weet je. Ik heb dat speciale event sowieso gedaan omdat Eric cool is. Maar ook gewoon om dat een beetje goed te laten lopen door de games heen. Ten tweede, volgens deze game is Axel de hele week bij Julia geweest sinds zij wakker is geworden. Of tenminste, is Axel bij huis bij zijn zusje geweest in het ziekenhuis. Helemaal geweldig, helemaal leuk, maar ze is al wakker. Maar in deze game is ze blijkbaar nog in coma. Dus ik heb geen idee hoe en wat dat allemaal is, maar dat is blijkbaar gewoon een ding. En dat irriteert mij mateloos. That's right! They said they hadn't seen him since the first semifinals. They were all really looking forward to meeting him again. Okay then, let's train hard and give them a shock when they get back. Same old Mark. You know, I've got so used to intensive training that it kind of relaxes me now. I know what you mean. The football frontier was really tough. Super tough. I can remember it like it was just 10 minutes ago, finally winning the football frontier. Ooh, flashback. Van sommige personages ben ik helaas wel de stemmen vergeten. Het spijt me. Ik doe mijn best, oké? Misschien dat ik speciaal voor de volgende aflevering eventjes de originele serie terugkijk. Ik heb geen idee waarom ik verder. Dus dit is meteen na de originele game. En dat vind ik super cool, weet je. Eigenlijk zou dit het begin moeten zijn van de aflevering. Dat dit is waar de game zou beginnen. Maar nee, we beginnen gewoon in Mark's kamer. We're the greatest team in Japan! Oh, I'm so happy. I feel like I'm dreaming. Fuck off, Todd. Hey, Mark, can we hold the trophy too? Here you are. Kijk, dat is mooi hoor. Oh, en die muziek. Oh. Oh, deze game heeft echt de beste muziek uit de serie. Echt, no doubt about that. Wow! It's so cool. I feel that way. The weight of victory. Don't drop it, whatever you do. I know, I'm not stupid. Oh, ik hou hier echt van. Dit is echt nostalgie. Come here, you. Sorry, Kevin. Ik hou hier echt van. Ik hou van deze interacties. Well done, big bro. Thanks, Celia. Back when we started, we only had 7 players. Who could have imagined that we'd win the football frontier? Ik vind het zo grappig, want door de gehele fucking serie heen blijven ze maar stressen op dat ene 7 members gebeuren. Ik vind dat gewoon prachtig dat ze dat doen. Gewoon de 7 members, de originele 7. Oh, en door deze hele game blijven ze dat ook stressen van, oh, de 7 members. Zou dat misschien iets betekenen later in deze game? Ik heb geen idee. Yeah, especially when all with all those people constantly telling us the club was going to be disbanded. I have absolute... Wacht, wat was ook weer... Oh ja, zij was de bitch, ja. I have, like, absolutely no idea what you're talking about. Here's to us, Ryman 11. Yeah! Oh, ik hou hiervan. Ik geniet hier echt van. Oh, dit gaat echt een leuke serie worden. Maar we zijn al 20 minuten aan het opnemen. Er is nog geen ene flikker gebeurd. Ik moet dit echt een beetje gaan knippen. Om te zorgen dat het nog soort van acceptabel kort is. Even kijken. I thought I'd find you here. Axel! You've started training without the rest of us, I see. Haha, well, we haven't really had the time to train together since we won. What with interviews and photos and all the photo shoots and all that. I couldn't help myself. I just had to play some football. It's like an itch I have to scratch. I wouldn't expect anything less from you, Mark. Oh ja, ik weet alweer wat extra stem was, sorry. Ik herinner het me opeens terwijl ik het opneem. Listen, Axel. I wanted to thank you. You're the reason we were able to win the tournament. Actually, I am the one who should thank you. You and the team helped me realize that I shouldn't stop playing football. Anyway, wasn't the victory parade great?
the whole town turned out to hail the return of the Inazuma 11. It felt a bit weird, actually. Yep. We're still not a patch on the tie on the veterans, though. No way! But we'll become legends in our own right, Axel. The legendary Inazuma 11! Next! So let's train hard and keep playing great football. Mark, you're right. Let's do that. Oh, ik heb nostalgie naar de originele serie. Met al deze stemmetjes. Ik denk dat dit een goed moment is om te vertellen wat het ding is met deze hele game en de layout. Ik heb je een hele aflevering gegeven om erover na te denken. Voor de echte veteranen die Inazuma 11 kennen, die zullen zien dat het onderste scherm en het bovenste scherm omgedraaid zijn. Wat je nu ziet, dit hele met tekst en zo, dat is het onderste scherm van de 3DS. Die kaart, het onderste scherm op de layout, is het bovenste scherm van de 3DS. Super cool toch, of niet dan? Wat ik dus speciaal heb gedaan voor deze serie is die twee omdraaien. Want in de originele serie had je twee grote blokken naast elkaar. En het nam heel veel van het scherm op. En het zag er wel op zich wel cool uit. Alleen het ene scherm, het hele met de kaarten zo, dat was niet echt heel erg veel qua nut, weet je. Het deed alleen maar... hoe heet het? Ja, het deed alleen maar wat tijd en een paar... Zaten de 3D-animaties op het tweede scherm? Ik geloof het niet. Het deed alleen maar de tijd van matches en de tussenstand van matches en zo bijhouden en de kaarten zo. Het is niet echt veel belangrijks. Ik denk dat het onderste scherm veel belangrijker is dan het bovenste scherm. Dus ik heb besloten voor deze serie om het onderste scherm boven te doen en die lekker groot te maken. Zodat dat de main focus is van de game. En het onderste scherm wat kleiner te maken, zodat dat wat minder zichtbaar is, wel, zodat dat minder een focus heeft. Het lijkt een beetje op een 3DS scherm nu. Komt omdat het een 3DS scherm is. Nee, dat is niet waar. Maar in ieder geval mensen, ik denk dat ik gewoon hier de aflevering ga afsluiten. De eerste aflevering. Of zal ik nog doorgaan? Nou, fuck it. We gaan gewoon nog eventjes lekker door. Ik heb het naar mijn zin. Dan knip ik het wel dat het minder is. Hey, where Nelly and Celia go to? Celia says he had to get tiny up the club room before we got there. Fuck off, Dot. Oh, kijk, het is een limousine. Nou, ik vraag me af wie dat is. Huh? I should have like known I'd find you here. Kijk, het is die bitch. Oh, morning, Nelly. Ik vind het zo grappig hoe ze dat hebben gedaan met 3D sprites en 16-bit sprites. Het ziet er al goed uit. Good like morning. I just like to remind you that there is no need to like overdo it on your first day back in training. For today at least, I'd like you to like all take it easy. No way, Nelly. We're going to give it our all for day one. I can't wait to find out who our next match is against. Like a sigh. Okay, team, let's keep up the good work. If we carry on like this, we'll be world champions in no time. Oh nee, een explosie, wat is dat? Wait, can you hear something? Yes, what was that? Ah! I'm out of the dead sky! Wow, een meteoriet? Wat zou dit zijn? Ik heb geen idee, ik heb deze game nooit eerder gespeeld, of wel? Is that a shooting star? At this time of day? No way. Yeah, it's too dark to be a star. Wait a minute! This is my imagination, or is it coming closer? Well, it's heading straight for us! Ah! Wow! Ah! Where's it? When? Did you see where it fell? It looked like it was near Ryman. Like, no? Celia! Celia, just come back there! What? Celia! Mark, we have to get over there right now. Yeah, let's hurry. Meanwhile, at the hospital next to Ryman Junior High.
Nee, ook al heb ik mijn problemen. Dit hele plotline. Dit stukje is wel wholesome. These are for you, Julia. Axel. Oh my god. Could it be? Dat is zo cute. Ja, kijk er nou eens. Die gekke Axel. Nou, ik ben niet dood hoor, je fucking Axel, je rare moorn. Dit is gewoon mooi. Julia, it's me, Axel. Can you hear me? Ik wil heel graag mijn eigen stemmetje doen, maar nu zit de voice acting overheen. Dat is een beetje jammer. I did it, Julia. We won. Oh, kut. Ik bots tegen mijn bureau aan. We're the best football team in the country. Country? I'm so British as fuck. Oh my god. Kijk, dit is het grote probleem, wat ik dus net zei. Want dit, ze doen nu alsof dit niet eerder is gebeurd, maar het was wel het eind van de vorige game gebeurd. Dus hoe de fuck, er zit een week tussen deze game en de vorige game. Hoe werkt tijdlijn? Hoe werkt de wereld? Ik heb geen idee. Nah, dat is mooi. So, Julia will be... She appears to be well on her way to a full recovery. Ik vind de dokters stem trouwens echt geweldig. Mag ik dat even zeggen? Thank you. Thank you so much, doctor. Nah, you're welcome. Ik heb alleen maar helemaal niks gedaan, want het is een mirakel, zoals ik al zei. Julia, I'm so relieved. Oh, nee. Het is in de aardbeving. Of een bom of wat dan ook, weet ik wat. Dit is wel echt heel erg cool, want ik vind deze setup... Oh, ik kan zo genieten van deze setup, want er is iets aan de hand. Mensen zijn eerst blij en opeens van, huh, er gebeurt iets. Wat is er aan de hand? Waarom gebeurt er shit? Hey, ik kan daar echt van houden. Gewoon van, oh, hoe ze dat hebben gedaan. En dan zullen we Morn. Wie is die Morn? Ik heb geen idee. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Mooie naam. Maar wat gaat er gebeuren? Wat is er aan de hand in Ryman? Dat zien jullie in de volgende aflevering. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook al leuk zijn. En dan zie ik je de volgende keer. Volgende keer gaan we naar Ryman toe. Gaan we lekker chillen. Wordt super cool. En wordt super cool. En wordt super cool gewoon. Bye bye!